Vorige week hadden we de eerste video over de Big ID's van 2021 van Arkinvest. In die video keken we bijvoorbeeld naar de Deep Learning, datacenters en Virtual Worlds. En wat ook de impact is van nieuwe computerchips en online gaming de komende jaren. En dan vooral waar de kansen liggen als belegger zijnde. En in deze video gaan we kijken naar de volgende drie hoofdstukken, die allemaal te maken hebben met online en digitaal bankieren. En onderdeel zijn van de ArkF-ETF uh, van Arkinvest. Ook wederom gaan we hier kijken waar de kansen liggen als belegger zijnde, maar ook kijken hoe ArcInvest hun onderzoek doet en wat we kunnen verwachten volgens Arc. Dus dat gaan we bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief inkomen. Geef even een duimpje omhoog als je het kanaal wilt helpen en ArcInvest interessant vindt. En we gaan dus kijken naar de Big IDs 2021 vanuit Arkinvest. Dit document kun je ook opvragen op hun website. Het bestaat uit 112 pagina's. En vandaag gaan we de hoofdstukken 4, 5 en 6 behandelen. Dus laten we beginnen met het vierde hoofdstuk, en dat gaat over digital wallets. Want steeds meer doen we online, en dus ook bankieren en andere financiële zaken. Ik log bijna nooit in op de website van een bank bijvoorbeeld, maar doe alles via de mobiele apps. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor beleggen. Ik log alleen nog in op de website van DeGiro of eToro om screenshots te maken voor mijn video's. En de rest doe ik eigenlijk altijd via de apps van deze bedrijven. En daar ziet ook ARK Invest de trend naartoe gaan, want mensen werken al met deze apps. En ze vertrouwen ze ook. En deze apps gaan ook steeds vaker traditionele zaken overnemen van banken. En zeker de generatie die er nu mee opgroeit vindt online bankier al gewoon heel erg normaal. Volgens Arc kunnen digital wallets nu gewaardeerd worden op zo'n 250 tot 1900 dollar per gebruiker. Maar deze zouden kunnen groeien naar 20.000 dollar per gebruiker in 2025. Wat zou betekenen dat er nog 4600 miljard dollar. Potentieel in principe is in alleen de VS al. En kijken dan bijvoorbeeld naar China, naar daar de mobiele betalingen. Want China is daar een goed voorbeeld van, van hoe ver zij al zijn met ja, wat betreft mobiele betalingen. Het scheelt natuurlijk ook wel dat de overheid daar liefst alles in de gaten houdt. Maar dan zien we wel een enorme groei van 2013 tot 2020, en dat zijn deze paarse kolommen in deze grafiek. Kijken we naar digital wallets per continent, dan hebben we dus Cash App van Square in de VS maar ook Venmo, wat van Paypal is, Robinhood en SoFi van Shamit Palihapatia. In Azië zien we dan bijvoorbeeld WeChat en Alipay, terwijl we in Europa juist weer bedrijven zien zoals Revolut en N26 en nog veel meer andere bedrijven die er al mee bezig zijn, al wel best wel bekend zijn wereldwijd. Kijken we dan naar de gebruikers in Amerika, dan zien we dat eigenlijk het aantal bankrekeningen bij JP Morgan Chase inmiddels al is ingehaald door Cash App van Square en Venmo van Paypal dus. En vooral in de laatste jaren groeien die laatste twee bedrijven echt enorm hard. Omdat je natuurlijk wel bij die apps veel meer kunt doen dan alleen een bankrekening. Een bankrekening is daar slechts een onderdeel van. En de groei is natuurlijk ook mede te verklaren. Omdat het goedkoper is voor deze bedrijven om klanten te werven. Daar ligt het ongeveer op 20 dollar per nieuwe klant te werven. Ten opzichte van misschien wel ooit 1500 dollar die het kost om een klant voor een creditcard te krijgen. En kijken we dan naar de waarde van klanten. ARK gaat er in haar onderzoek vanuit... Dat de waarde uiteindelijk naar bijna 20.000 dollar per klant gaat. En die is dan als volgt opgebouwd. Je hebt offline en online winkelen, betalingen, verzekeringen, leningen en hypotheken, sparen en tenslotte ook beleggen. En deze waardering, toegepast op het aantal potentiële gebruikers, laat echt enorme kansen zien in de komende jaren. En dan zijn de nieuwe bedrijven nogal ondergewaardeerd volgens het onderzoek van Ark, gebaseerd op de waarde per klant op dit moment in ieder geval. En wil jij zelf nou ook investeren in Bitcoin of in aandelen? Nou, voor aandelen maak ik voornamelijk gebruik van de Giro, net zoals heel veel van mijn kijkers. En wil je een account openen en beginnen met beleggen via de Giro? Klik dan op de link onder deze video om ook nog eens kanaal te helpen. En daar vind je trouwens ook links naar andere brokers. Om bijvoorbeeld aandelen te handelen, maar ook bijvoorbeeld Bitfavo of Coinmerce om juist je cryptocurrencies te kopen. Gaan we door naar het volgende onderwerp, het volgende hoofdstuk. En dat is het fundament van Bitcoin. We zien de laatste tijd al dat er steeds meer grote namen investeren in Bitcoin. Dat zijn de superrijken, maar ook steeds vaker bedrijven die een gedeelte van hun geld in Bitcoin investeren. Vorige week nog was er het nieuws dat Tesla voor anderhalf miljard dollar bitcoin heeft gekocht. En dat soort nieuwsberichten geeft aan dat Bitcoin ook steeds serieuzer wordt genomen. En dat zien we ook weer terug in de koers, die telkens weer nieuwe records breekt. Als er meer bedrijven dit gaan doen, zou het wel eens kunnen zijn dat de koers nog stukken verder gaat stijgen, naar misschien wel 40.000 dollar per Bitcoin, als alle SP 500 bedrijven 1% van hun cash investeren in Bitcoin. En hier zien we de koers van Bitcoin in 2020 met telkens het belangrijkste nieuws. Zo zien we Bitcoin in maart nog instorten vanwege de coronacrisis, maar naarmate het jaar vordert, telkens verder stijgen. Waarbij inmiddels 60% van de Bitcoins voor de langere termijn is geïnvesteerd. En dat betekent dus dat het al langer dan een jaar niks meer is mee is gedaan met die coins. En ik zie Bitcoin zelf ook als een soort van store of value, oftewel geld op een lange termijn vastzetten en ook veiligstellen. Eigenlijk de soort van digitale versie van goud en Arc gaf al aan dat bitcoin naar de 40.000 dollar kan gaan als bedrijven 1% in bitcoin investeren, maar besluiten bedrijven in de SP 500 om 10% van hun cash te investeren in bitcoin, dan kan de koers wel eens naar 400.000 dollar per bitcoin gaan. En ik denk ook dat de kans dat bedrijven dit gaan doen steeds groter wordt. Je ziet dat Tesla al ja, laat zien eigenlijk dat je met grote bedragen van meer dan een miljard in Bitcoin kunt investeren als beursgenoteerd bedrijf zijnde. Want je moet het natuurlijk ook nog mogen vanuit je boekhouding, zeg maar. En we zien dat heel veel bedrijven ook geld op de bank hebben staan. Maar op de bank kost het geld. Terwijl eigenlijk natuurlijk deze bedrijven ook geld willen verdienen en rendement willen maken op dat geld. En dat is iets wat dus mogelijk is met Bitcoin. Zeker met deze stijgingen de laatste tijd. En aan de andere kant, mocht de koers dalen, dan kunnen ze dat als een verlies wegschrijven op hun resultaten. En gaan we dan door naar het volgende hoofdstuk. Dat gaat over Bitcoin voor de institutionele beleggers, want Ark Invest denkt dat Bitcoin een zeer goed profiel heeft als je kijkt naar het risico en het rendement dat daarmee gepaard gaat. En dat grote bedrijven dit ook inzien en hierop gaan reageren. En hier zien we dan ook welke stappen er al zijn genomen de laatste tijd door zowel wetgevende partijen, banken Institutionele beleggers, maar dus ook bedrijven zoals Square, MicroStrategy, PayPal en dus ook Tesla die geld in Bitcoin investeren. En kijken we naar het dagelijks handelsvolume van Bitcoin, dan is dat inmiddels vergelijkbaar met grote bedrijven zoals Apple of Square. En als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan denkt ARC dat Bitcoin zo'n 2,55 tot 6,55% van je portfolio zou moeten uitmaken. Afhankelijk van welk risico je wilt nemen. En dat zou betekenen dat dat koers nou uiteindelijk 200.000 of zelfs 500.000 dollar kan stijgen. Als institutionele beleggers ook daadwerkelijk deze percentages gaan toepassen op hun portfolio. En mocht je nu willen investeren in deze ETF van ARK Invest. De ARK F ETF die is gericht op fintech. Dan is deze onder andere te koop, of eigenlijk bijna alleen maar te koop via eToro, dan helaas wel als CFD, omdat de ETF's van Ark Invest nog niet zijn goedgekeurd voor Europa. En normaal ben ik geen voorstander van CFD's, maar deze CFD heeft geen kosten voor elke avond dat je het hebt, zeg maar in bezit hebt, en ook geen hefboom. En aangezien het de enige manier is om toch te investeren in Ark Invest heb ik hier toch voor gekozen en dat kan dus via IToro. E en een link naar IToro e vind je trouwens onder deze video, mocht je daar ook een account willen openen. En wat we hieruit kunnen opmaken, wat ik zelf ook de laatste tijd al zie, is dat uh, cryptocurrencies een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen het financiële systeem, ook binnen beleggers. Ik ben zelf al een aantal jaar actief met cryptocurrencies. Zeg niet zo'n heel groot percentage, maar wel ermee bezig, omdat ik geloof in de toekomst daarvan. En dat is ook de reden dat ik vanaf aanstaande woensdag kom met een nieuwe serie. Waarin we elke maand gaan kijken naar het laatste nieuws rondom cryptocurrencies. En ook een investering gaan doen van zo'n 100 euro in de maand. Juist om te laten zien van wat er mogelijk is en wat we eventueel kunnen ja, bereiken. Wat het rendement is op cryptocurrencies. Juist ook als je op dit moment nog instapt. Maar dat is dus een nieuwe serie die we vanaf aanstaande woensdag gaan zien. Dus bijna geen lid van het kanaal. En wil je in de toekomst nooit meer een video missen? Abonneer dan even op het kanaal en zet ook het bel-icoontje aan om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken? Vond je het een leuke, interessante video en wil je het kanaal helpen? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Heb je nog feedback, tips of andere dingen? Laat dat weten in de reacties onder deze video. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.